Hallo, kijk zo niet. Ik ben Mark en ik ben de vraag weer. Prima, volgende week ben ik hier gebleven en we gaan vandaag even kijken. We zijn vandaag sowieso hiermee bezig met deze gebieden. Want we willen nog even wat nieuwe werkplaatsen en zo neerzetten. Of ja, niet werkplaatsen, maar bibliotheek, postkamer en de winkel, zoals je kunt zien. En misschien dat we nog tijd hebben voor de isolatiecellen om er nog wat bij te hebben. En nou ja, ze zijn nog bezig met grondonderzoek, dus dat moet ook helemaal goed komen. Even kijken, de subsidies. Subbox B en C, die hebben we dus al gehad. Dus dan gaan we nu gewoon deze twee even doen. Gewoon gelijk. Dan krijgen we namelijk ook weer een bult geld aan. Dat is ook wel even verstandig. Ik ga even goed zitten, want het moet ook wel even gebeuren natuurlijk. Oké, de vorige aflevering was ik sowieso bezig met de... Met hier buiten alles even goed neer te zetten. Nou ja, vandaag kan ik eigenlijk beginnen hiermee. Want hier komt het winkeltje. En dan komt hier mooi een personeelsdeur. Nou, laat ik deze muurblauwdruk weg, want dat is niet meer nodig. Waarom loopt iedereen hier? Geen idee. Oké, de winkel. Teken hem alvast. Het is binnen een minimum afmeting. Oké, tafels, winkelschappen en zo. Dat moet ook allemaal natuurlijk gebeuren. Tafels zetten we iets meer aan het begin van de deur. En zo aan deze kant. Gewoon drie rijen. Dan de winkelschappen. En dan komen we hier natuurlijk ook gewoon weer op schappen neer. Dan hebben we hier nog een beetje ruimte voor tafels. Niet veel, maar wel een beetje. Waar hebben we? Zo, dat is beter. Oké, hier komen we dan gewoon... Oh. Mooi van deze dingen en dan komen we hier gewoon op de tafels te staan. Oké, hier moet dan de kassa natuurlijk staan. Zoiets ongeveer. Oké, hoe de hel is die ontsnapt? Hoe de hel? Oh my god, dit is toch ook echt niet te geloven. Zoiets, iets van vier mensen daar. Zet ik de baan ook alvast hier even op? Dan gaan we gewoon gelijk even verder met de volgende. Oké, hier moeten dan natuurlijk ook gewoon personeelsdeuren in komen, lijkt me wel verstandig. Die muur en deur, die mogen wel gewoon weg van mijn part.
maken. Deze houdt de vloer ook gelijk. Zo. En zien, hier maak ik dan de postkamer van. Dan maak ik hier naast gewoon de bibliotheek. Oké, je moet dan gewoon sorteerbalies en tafels komen. Ja, dan kunnen we op de achterste rij wel gewoon de tafels neerzetten. Ja, zo, even kijken. Hier nog een aantal. Oké, zoiets. Oh, gaat deze blauwe drukker natuurlijk ook allemaal weer. Oh nee, dat kan ik beter even wat anders doen. Moment. En dan aan deze kant. Dat doen we. Ach, dit is echt een gigantische plek eigenlijk. Oké, en dan mogen hier wel de sorteerbalies komen, denk ik. Sterfgevallen, hoe dan? Zes! What the fuck is happening? Jee mag. Oh my god, ze zijn aan het rennen. Fuck, zijn ze allemaal aan het doen hier? Oh ja, rellen. Oh my god, hier zijn ze aan het rellen. Oh. Als ze nu proberen te ontsnappen, dan gaan ze wel rellen. Oh mijn god, dit is gewoon een bloedpad, jongen. Jee, mug. Ik maak hier gewoon van marmeren tegels. Geldt precies hiervoor. Serieus, 19 dooien. 20 dooien. Ja, nee, tuurlijk. Er kan er altijd nog wel eentje bij. Nou,
Nou, dit maak ik ook maar gewoon, want er moeten waarschijnlijk best wel wat mensen weer opgesloten worden. Oh, er is ook een schoonmaker door het grip. Even zien. Ja, dit gebied mag dat al wel. En hier moet de rest komen. Ja, dat klopt. Maar dat is echt niet goed dat er zoveel mensen dood zijn gegaan. Dat is echt niet goed. Oké. Hier hebben ze nu dus ook allemaal van die isoleercelletjes. Die zet ik er al gewoon wel zo neer. Het enige probleem is dat alles weer van baksteen wordt gemaakt en dat wil ik niet. Oh my god, again. Ik ga ook wel eens even weer een grondig onderzoek plegen, want dit is niet echt goed. Er kunnen er altijd wel weer wat bij, tuurlijk. Want dat ze tot daar kunnen komen. Ik denk het haast wel, maar. Nee. Oh ja, er is weer een tunnel gegraven. Twee nog wel. Nee. Nou. Toch bezig zijn. Oh my god, hier is er ook eentje helemaal doorheen. Onder het klaslokaal lopen graven, gek. Damn. Is niet goed. Maar daar was ik eigenlijk niet voor, maar oké.
Misschien moeten we hier ook nog maar even een personeelsdeur neerzetten. Oké, ik neem er gewoon nog even 3 aan. Loop ik nu wel even wat in de min, maar want dat komt wel goed, denk ik. Zo, hoppakee. Nou, ah, dan zijn we al behoorlijk ver. Zo, daar nog een aantal. Hoppakee. Ah, er zijn er maar totaal aantal besmette gevangenen, nog maar 10. Dat scheelt wel wat. En zien, dan krijg ik zo dadelijk weer heel wat gevangenen binnen. Dat is ook helemaal mooi. Zien hoe ik dit ga doen. Want ik denk dat ik hier gewoon een gang van ga maken. En dat het dan. Ah, nee. Dan moet ik even misschien gewoon bulldozen. Want ik ga gewoon waarschijnlijk gewoon hier verder nog misschien gewoon wat meer luxere cellen maken. Zodat ze. Nou ja, dus zodat we in ieder geval niet zoveel. Van die gigantische beveiligde gevangenen hebben. Dat er maar een aantal bepaalde hoeveelheid gevangenen. Of ja, gevangeniscellen zijn. En zodat we dan wat meer van die luxere cellen kunnen hebben. Zoals hier ergens gewoon een beetje in deze regio. Dus ik denk dat ik dat een volgende aflevering ga doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer je even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.